Graffiti kan ook kunst zijn. Dat laten Maurice Broekhoff en Bart de Ruiter op dit moment zien. In opdracht van de gemeente Os voorzien ze de fietstunnel onder de A59 op industrieterrein Vorstengrafdonk van een levensgrote muurschildering. Het thema is de Maashorst. Heel groot zetten we de naam Maashorst zetten we in het midden van de tunnel. En de letters Maashorst die worden verwerkt in een aantal boomstammen. Zodat je een hele natuurlijke en sierlijke cartoonachtige kleurplaat op de muur krijgt. En aan de beide zijkanten krijg je natuurlijk wat afbeeldingen die heel erg belangrijk zijn voor het natuurgebied. Je hebt bijvoorbeeld hier de wijsgebieden, hè, wat heel herkenbaar is voor dit gebied en heel belangrijk is. Je hebt te maken met de Schotse hooglanders die rondlopen in de Herpenduin. Nou, dat proberen we natuurlijk hier goed neer te zetten. Eerder dit jaar maakten de twee graffiti kunstenaars op de andere wand al een werk dat gaat over de archeologische vondsten van het Vorstengraf en paalgraven. Met het nieuwe kunstwerk zijn ze een week geleden begonnen. Omdat het om een groot oppervlak gaat, moest er eerst heel wat grondverf worden aangebracht. En nu met spuitbussen gaan we de details aanbrengen. En dan hebben we dus eigenlijk een heel palet aan kleuren om al die details goed erin te brengen. En dan moet het dadelijk steeds meer diepte en vorm krijgen. En dan worden er ook steeds meer dingetjes zichtbaar. Ik ben nu bezig hier met het woord Maashorst neer te zetten. Ik ben bezig met bomen die gevormd zijn tot letters eigenlijk. Ik ben nu bezig met de letter A. Daar ben ik schaduw in aan het leggen en zorgen dat de diepte in komt. Hè. Dus in het begin hebben we alles gelaten, het is alles nog plat. Ik ben nu lijnen eromheen aan het zetten en de schaduw aan het aanbrengen. En zo aan het vormgeven. In de jaren 80 werd graffiti vooral beschouwd als vandalisme. Inmiddels worden de muurtekeningen ook als uiting van kunst gezien. Dus die discussie die ik 20 jaar geleden moest voeren met mensen, hè, waarbij het heel vaak in een negatieve setting kwam. Van ja, het is vandalisme, ja, het is veel rommel, ja, het zijn veel losse tags en losse kreten. Zie je steeds meer waardering ervoor komen en dat steeds meer mensen het kunstzinnige er wel in zien. En de discussie over kunst kun je altijd blijven voeren. Is iets mooi, is iets niet mooi? Dat kun je ook doen over Mondriaan. Ik bedoel, is het kunst of niet? Vind je het mooi of niet? En eigenlijk is dat niet zo heel belangrijk. De een vindt het mooi, de ander niet. En wij proberen hiermee gewoon in ieder geval iets positiefs neer te zetten. En hopen dat mensen dat, ook als ze hier langs fietsen of langs wandelen, eens stilstaan en kijken van, hoe is dat nou eigenlijk gedaan? Het streven is om het kunstwerk op 1 oktober klaar te hebben.